Een van de grote charmes van het museum voor Linde is de combinatie van binnen en buiten. Deze foto's zijn, hoe mysterieus ze ook waren, gemaakt van buiten naar binnen van het grote werk van Richard Serra, Open-Ended. Wat hij alweer in eerste versie 2007-2008 heeft gemaakt. In het museum is al een speciale zaal voor gebouwd. Zwaar onderstut, want het is nogal wat kilo's aan cortexstaal wat hier staat, maar ook hoger, op wens van Serra. Ruim 5 meter hoog, bijna 5,5 geloof ik zelfs. En het is zo'n typisch werk van Serra, wat over massa en evenwicht gaat en gewicht en wankel en een beetje eng. En durven we dat nu wel allemaal? Dat is het tegelijkertijd. Ruimte, plaats, daar gaat het allemaal over. Want als je staat in die zaal en je loopt er langzaam in, dan weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Het is een pure beklemming. Je loopt tussen die smalle, hele hoge, roestige stalen wanden. Ja, pas op, want het geeft af. Op een bepaald moment weet je niet meer waar je naartoe loopt. Het gevoel dat je ook wel eens een toren krijgt met je ronddraaiende trappen. Maar het heet open-ended. Dus we komen er wel.